nog steeds die paraplu vooral in het midden en het zuiden van het land maar meenemen. Gaat u naar Frankrijk of Portugal, dan is het daar prachtig weer. Wat zware onweersbuien langs de noordkust van Marokko. Nee, Marokko ligt daar. Wat daar dan ligt, ik weet het altijd, behalve als je live op televisie bent, dan weet je het niet meer. En in de omgeving van Griekenland ook een aantal regen- en onweersbuien. Nou ja, de warmte zit met name in het zuidoosten van Europa, 24 graden maar liefst. Gaat lekker naar, hè? Daar waar ik ook weet hoe dat eiland ligt, maar nu niet. En 13 graden bij ons in de zachte lucht, net als vandaag. En na morgen gaat het dan geleidelijk aan ietsjes afkoelen. Maar de opklaringen zijn in het noorden gearriveerd. Alleen dat levert dan een volgende complicatie op, want daardoor kan er gemakkelijk mist gaan ontstaan. Hier liggen de opklaringen, Nederland nog onder de bewolking, en dit is dat zwabberende staartje wat er vervolgens achteraan gaat komen. En de laatste mistbeelden laten ook zien, onder de 1000 meter noemen we het mist. En onder de 200 meter mag u uw mistlampen achteraan gaan doen. Vooraan, nou ja, gaat lekker vandaag, voor of achter. We zoeken het voor u op. Wees u nou voor voorzichtig in het verkeer, want het was vanochtend file.